Beste kijkers, gisteren de 600 even aangetikt. Dat was voorlopig eventjes genoeg. Het was natuurlijk even schrikken dat we de 6 op het scherm zagen staan. Vandaag dan ook een stapje terug, maar nog net wel met een witte candle of een hele kleine doodzie candle afgesloten. Dat is ook meteen het goede nieuws. Het minder goede nieuws is dat er toch wel sprake is van een afnemend momentum. We zien zelfs met goede wil zien we een evening star-achtig toppatroontje staan. En de RSI die knikt wat naar beneden dicht bij de OB-lijn. En vergeet ook niet, de swingteller die stond vandaag op plus 8, morgen plus 9. En als dat gepaard gaat met een zwarte candle, dan hebben we wel degelijk volgens de dashboardregels met een exit long conditie te maken. En dat betekent aanswellende berendruk vanaf 600. Een extra aanloop naar de FIBO-zone, die heb ik ingetekend op 5,90 tot 5,85. Helemaal niet erg, het zou eigenlijk wel heel mooi passen om daarmee de afstand met de SMA-lijn wat te verkleinen en op een wat lager niveau keurig een hogere bodem te plaatsen. Het proces van hogere toppen, hogere bodems blijft daardoor wel intact en zeker de uptrend komt nog helemaal niet in gevaar. Dat is pas bij koersvorming onder 5,75 het geval. Wat dat betreft is er behoorlijk wat ruimte voor correctieve berentikken als die zich gaan voordoen. Zo niet, blijven we stabiliseren rond 5,97 tot 600. Ja, dan gaan we te maken hebben met een correctie meer in tijd gemeten dan in prijs gemeten. En dat is voor langere termijn doeleinden natuurlijk alleen maar goed. Kortom, vinger aan de pols als het gaat om uitstaande koopposities. Want nogmaals, bij swing plus 8 en swing plus 9, en zeker als er wat zwarte candles verschijnen, dan is het wel degelijk zaak om met de kaarsschaaf over die posities heen te gaan en her en der wat winsten veilig te stellen. In ieder geval de posities te verkleinen, omdat de kans op topvorming toeneemt. In het voorbeursbericht hedenochtend had ik het al over een beetje hoogtevrees. Nou, dat wordt vandaag wel bevestigd. We gaan niet hoger, maar de kans op wat corrigerende berentikken, dat neemt toe. Morgen weten we meer. De DAX is wat dat betreft een stapje verder. Vandaag 0,4% er vanaf. En we zien op de dagkaart daar wel degelijk een zwarte candle. En zo waren de swingteller al in een rode min 1 stand. En dat betekent dat de 13.300 passage, dat eventjes een brug te ver is. Wat mij betreft gaan we er ook een klein dubbel topje in zien. En dat mag allemaal voeding zijn voor een correctie op het daily DAX speelveld. Terug naar niveaus rond 12.795, de eerste FIBO grens. En daaronder de 50% FIBO op 12.95, dat behoort tot de mogelijkheden. Kortom, de DAX al een stapje verder in de correctiebeweging. Misschien dat de AIX meegezogen wordt. Zo niet, dan kan het misschien nog enkele dagen duren. Maar u begrijpt, zolang het langer gaat duren voordat we boven die 13.300 wat de DAX betreft breken en de 600 voor de AIX breken op slotkoersbasis, dat betekent dat het, naarmate dat langer gaat duren, de drang naar een correctie wat toeneemt. En dat mag aanleiding zijn om koopposities gewoon te gaan verkleinen. Ik wens u een plezierige avond.